Het is de laatste dinsdag van de maand en traditiegetrouw het moment om met Jan-Jaap van der Wal de politiek uit de afgelopen maand door te nemen. Dus Jan-Jaap, ga los. Ja, nou ja, het was ook weer kiezen natuurlijk, want het was grote chaos, zoals Frits net al zei. Maar ik heb me even gericht tot Denk. Het is een nieuwe partij. Hij is er al een tijdje natuurlijk, Denk, maar ze waren deze maand flink in het nieuws. Denk, even voor de mensen die het allemaal niet meer zo goed weten. Denk is een partij, is ook een beweging, komen we zo meteen wel op. Is opgericht door Öztürk en Kuzu. Hier zie je ze. En dat is een goed duo. Ze komen uit de Partij van de Arbeid en ze zijn nu met z'n tweeën. Het is een goed duo. En waarom is het een goed duo? Nou... We willen de focus. Nee. Omdat je er namelijk toet, toet, boing, boing voor kunt. En dan is het een goed duo. Zo kun je zelfs met Peppi en Kokkie, doe maar eens in je hoofd. Ja? Toet, toet, boing, boing, Öztürk en Kuzu. Nou, dat is een goed duo. Om die reden alleen al, en dan heb ik het nog niet eens over de inhoud gehad. Maar goed, ze hebben een beweging opgericht. En dat hebben ze gedaan tegen de verruwing binnen de politiek. En dat is op zich best een goed streven. Want het gaat ook best hard aan toe in de Nederlandse politiek. En ze willen daar een ander geluid tegenover stellen. Ze zijn ook een beetje tegen de PVV. Dat zul je ook begrijpen. En op zich vind ik altijd nieuwe partijen moet je nieuwe kansen geven. Dus ook Denk. De regie had het al laten zien. Waar staat Denk ongeveer voor? Maar wij zeggen, we willen de focus verleggen naar wederzijdse acceptatie. Omdat we in onze samenleving veel meer mensen hebben die geïntegreerde mensen zouden moeten accepteren. Dan dat er nog mensen zijn die zouden moeten integreren. Dat is mooi, hè? Dat is filosofisch. En ook een beetje moeilijk. Eerlijk is eerlijk. Dus ze richt zich op de meerderheid. Dus ze zeggen, er zijn in Nederland heel veel mensen die moeten andere mensen die aan het integreren zijn accepteren. Terwijl integreren heeft al in zich dat je geaccepteerd wordt. Dus het gaat nu om de mensen die geaccepteerd worden, om die echt te accepteren. Daar richten ze zich op. En, maar op zich is dat een hartstikke goed streven. En als je een nieuwe partij opricht, dan moet je natuurlijk leren van de fouten die andere partijen hebben gemaakt. Ja. Deze partij is voortgekomen uit een grotere partij. Nou, dan kun je bijvoorbeeld kijken naar de PVV. Hè? De fouten die mensen ongeveer gemaakt hebben. Bijvoorbeeld, wat voor personeel neem je aan? Kijk, de PVV die hebben onlangs hun persvoorlichter moeten ontslaan, omdat die jongen aan de drank en aan de drugs was. En die heeft de hele partijkas leeggeroofd. Dat doen ze bij Denk anders. Daar hebben ze als persvoorlichter namelijk aangesteld Tatjana Maul. En dat is ex-Miss Nederland. Kijk, dan doe je het eventjes anders. Ik zou zeggen, welkom Tatjana. Daarom wil ik Tatjana van harte welkom heten bij ons in het team. Welkom Tatjana. Heel erg bedankt. Ik kijk er naar uit om samen met de politieke beweging Denk te werken aan inderdaad een mooiere samenleving voor iedereen. Waarin we elkaar weer kunnen respecteren. Ja, dat is altijd even wennen natuurlijk, want een mis zegt normaal gesproken dit soort dingen altijd met een bikini aan. Hè? Ja, normaal gesproken is het altijd met een bikini en ik wil een betere wereld, maar nu heeft ze een hele trui aan. Dus dat is even wennen, dat zie je hem ook denken van shit, waarom is het echt een mis? Maar goed, in principe zijn alle ingrediënten daar om een mooie nieuwe beweging op te richten. Inderdaad voor een betere samenleving waar iedereen elkaar meer respecteert. En dan ga je natuurlijk toch kijken, hoe doet hij het? Kuzu is een beetje de basis. Is de fractievoorzitter van Denk. En die moet dan nu een beetje rust gaan uitstralen. Die moet een beetje laten zien dat hij en geïntegreerd en geaccepteerd is. En dus dan moet je gewoon in je verbale, maar ook je non-verbale communicatie altijd weten wat je doet. En als je het dan over terrorisme hebt, dan moet je niet dit doen. En wat we de laatste periode, ook na die verschrikkelijke aanslagen in Parijs met elkaar hebben gezien, is dat wanneer de politiek of wanneer departementen, wanneer bewindspersonen een probleem niet kunnen oplossen, dan wordt er heel makkelijk gewezen met het vingertje. Ja, sorry. Ik zal wel weer iemand van de media zijn die aan het framen is, maar dit doet hij toch echt, weet je wel? Dit is niet het vingertje. Dit is het vingertje, dit is wat anders. En, maar goed, het gaat er nog steeds om. Zij willen een ander geluid laten horen dan de PVV. En ik ondersteun dat echt. Ik wil dat ook. Kijk, de PVV is een partij die vaak vlucht in een beetje de simplistische dingen. Weet je wel, de overdreven dingen. De tsunami van islamisering. Dat je denkt, nou, zo zal het allemaal wel echt niet zijn. En dan heeft Denk dus de kans om daar een genuanceerd, redelijk geluid tegenover te zetten. We gaan even naar Kuzu luisteren. Die een filmpje ook heeft genomen na dode herdenking 4 mei. Laten we ervoor zorgen dat dergelijke wreedheden nooit meer gebeuren. Daarvoor moeten we onder ogen zien dat onze huidige samenleving wordt gekenmerkt door pijnlijke contrasten. Stigmatisering lijkt even vanzelfsprekend als het inademen van zuurstof. Het buitensluiten van bevolkingsgroepen even vanzelfsprekend als het opkomen van de zon. Ja,
Stigmatiseren is hetzelfde als inademen van zuurstof. Kijk, daar ga je al een bocht nemen. En ik denk, jongens, jullie hebben de kans om een ander geluid te halen. Ga nou niet hetzelfde doen als de PVV. En ik voel me nu ook een beetje buitengesloten. Kijk, ik ben een hele normale Nederlander. En ik vind het prettig als ik door een politieke partij, zelfs door Denk, gewoon enigszins vertegenwoordigd word. Maar hier kan ik natuurlijk helemaal niks mee. Nou, goed, ze zijn deze maand in de media gekomen omdat ze tegen de media waren. We hebben allemaal dat filmpje misschien kunnen zien. En ze hebben gezegd, trap er niet in, pas ervoor op. En ze wilden ons waarschuwen. Hoe begon dat filmpje ook alweer? Denk heeft Nederland aan het denken gezet. Jouw geluid wordt nu overal gehoord. En de gevestigde orde is daar niet blij mee. Dit is redelijk belachelijk. En kijk, ze willen dat namelijk de media een eed afleggen om goede journalistiek te bedrijven. Dan wil ik graag politici vragen om ook een eed af te leggen dat ze niet meer dit soort domme dingen zeggen. Ik wil nog één keer horen gewoon. Denk heeft Nederland aan het denken gezet. Jouw geluid wordt nu overal gehoord. En de gevestigde orde is daar niet blij mee. Maar het is zo vaag dit. Denk heeft Nederland aan het denken gezet. Het is ook gewoon mazzel dat je je partij dat Denk hebt genoemd. Toch? He? Als ze partij het Neuk hadden genoemd, dan was het een heel ander filmpje geworden. En sowieso, welk geluid dan? Weet je? Nee, maar serieus, welk geluid? Is dat het geluid van een Turk die Limburgs probeert te spreken? Want ja, dat is een geluid wat inderdaad niet zo vaak gehoord is in Nederland. En dan is het ook volstrekt onhelder wie dan de gevestigde orde is en waar ze dan boos over zijn. Nou goed, dit was het filmpje waarin ze de media aanvielen. Ik wil even naar het einde van dat filmpje. Dat is heel grappig om te zien, omdat ze namelijk de titel van het filmpje is Trap er niet in. En dan is dit het eindbeeld van het filmpje. Nou, ja, kijk, moet je goed kijken. Trap er dus niet in. Kijk, die eerste drie die hebben een juiste vingertje. Maar Kuzu die doet dit. Ik denk, ja, nee, dan zit je weer mis. Weet je wel? Dus als je zegt het vingertje en je doet dit, dat is raar. En dan je zegt trap er niet in, hé, hey, dat is ook raar. Maar dat is een werkpuntje, weet je wel. Voor je het weet gaat hij iedereen bedanken voor alles. Maar goed, Denk moet nu zelf gaan nadenken. Want ze zeggen wij zijn tegen de dubbele maat. Maar wat ze echt hebben gedaan deze maand is ook dubbele maat. Want ze zijn namelijk tegen de media. En dan denk ik, jongens, jullie zijn ooit uit de Partij van de Arbeid gegaan. Mm-hmm. En daardoor hebben jullie Denk kunnen oprichten. En hoe ging dat ook alweer, uit de Partij van de Arbeid gaan? Maar de bom barst pas echt als ze kritiek leveren op PvdA-minister Asscher op een Turkse website en het AD er vervolgens over schrijft. Asscher zou te hard optreden tegen conservatieve Turkse organisaties als Miligurus. Ja, dus dat is via de media gegaan. Ze hebben een interview gegeven aan een Turkse website. De AD heeft het overgenomen en toen is de bom gebarsten. En daardoor zijn ze uit de Partij van de Arbeid-fractie gegaan. Hebben ze hun beweging kunnen oprichten. En als ze dat niet hadden gedaan, hadden ze waarschijnlijk nu nog ergens achter op de bankjes bij de Partij van de Arbeid gezeten. En had Sylvana Simons zichzelf behoed van haar allerslechtste carrière-move ooit. Maar goed, ik vind het jammer, omdat je denkt, ja, je kunt een nieuwe partij oprichten die tegen de verruwing is, tegen de verharding, die tegen het dreigen is van de PVV. Ja. En dan ga je een partij oprichten die ook verruwt, die ook simplificeert en die ook dreigt. Of heeft Kuzu nog een hele positieve boodschap voor ons? Laat je niet verdelen en laat je niet tegen elkaar opzetten. En tegen al die mensen die denken dat de verdeel- en heerstrategie bij Denk werkt, zou ik voor de psychologische gemoedstoestand willen adviseren om alvast aan ons te wennen. Want dat is ook wel de slogan van Denk. Wen er maar aan. Goed. Ik denk dat het duidelijk is. De PVV heeft een franchise, een Turkse franchise. Dat is Denk. Fijne vakantie alvast. Ja, van der Waal.